Oké. In wat volgt gaan we dieper ingaan op het relationeel model. En het relationeel model is eigenlijk een implementatiemodel. Dat betekent dat het zal gebruikt worden om een database te gaan implementeren. We gaan eventjes het traject gaan doorlopen, wat je typisch gaat doorlopen bij het bouwen van een database-toepassing. Dus je start van de gebruiker. En van die gebruiker gaat de informatiearchitect of informatieanalist de behoeften gaan verzamelen. Behoeften worden verzameld of in kaart gebracht aan de hand van een ER of EER-model. Enhanced Extended Entity Relationship model. Dat ER-model zal dan vertaald worden naar een implementatiemodel, het relationeel model. Dat relationeel model zal dan geïmplementeerd worden onder de vorm van een database. Het relationeel model vormt de focus van de discussie van de komende sectie. En het relationeel model is een zeer formeel, wiskundig stevig onderbouwd model. Dat betekent dat het eigenlijk niet geschikt is om de behoeften van de gebruiker te gaan vastleggen, omdat het geen ideaal communicatie-instrument naar de gebruiker is. Het is niet zo gebruiksvriendelijk als een ER of een EER-model. Het relationeel model leunt dichter aan bij de implementatie. Anderzijds kan een ER-model ook niet rechtstreeks geïmplementeerd worden in een database. Ja? Het ER-model zal steeds vertaald worden naar een relationeel model en dat zal dan geïmplementeerd worden onder de vorm van een database. Dus de bedoeling van een informatieanalist of een informatiearchitect is om dat ER-model op te stellen. Dat ER-model zal dan gegeven worden aan een IT'er, aan een programmeur of een databaseontwikkelaar, die het zal omvormen, transformeren naar een relationeel model dat dan zal geïmplementeerd worden. Dus het omvormen naar een relationeel model is typisch niet iets wat een informatiearchitect of informatieanalist gaat doen, maar we merken als TW'er of handelsingenieur beleidsinformatica, is het zeer belangrijk dat je ook weet wat die programmeur doet, zodanig dat je met die persoon kan gaan communiceren. Daarom is het belangrijk dat we in de volgende sectie toch ook even de basisconcepten van het relationeel model gaan toelichten. Het relationeel model is oorspronkelijk ontwikkeld door Edgar F. Codd. En hij heeft daar een artikel rond geschreven die gepubliceerd is in een toptijdschrift in het domein, namelijk Communications of the ACM in 1970. Het relationeel model is een formeel model met een stevige en solide wiskundige onderbouw. Het is gebaseerd op verzamelingenleer, settheorie. En herinner van uw cursus wiskunde, een verzameling is een collectie van elementen waarbinnen er geen duplicaten zijn en ook geen volgorde. Het relationeel model is gebaseerd op allerlei onderliggende theorieën, zoals relationele algebra, relationele calculus, waar we in deze cursus niet dieper zullen op ingaan. Het heeft ook geen grafische representatie en vandaar dat het ook geen ideaal communicatie-instrument is naar de eindgebruiker toe, omdat het dus niet gebruiksvriendelijk is. Het kan niet op een gemakkelijke manier geïnterpreteerd worden. Het is vandaar dus ook niet gebruikelijk om het te gaan gebruiken voor de behoefteverzameling, requirements collection. Maar dat relationeel model is zeer populair in de industrie. Er zijn allerlei commerciële software toepassingen, Oracle, Microsoft en IBM, beschikbaar die het relationeel model gaan implementeren. Een zeer bekend voorbeeld hiervan is Microsoft, Microsoft Access. Dit is een voorbeeld van een relationele database toepassing waar jullie al waarschijnlijk mee gewerkt hebben. Die database toepassing, die database software, die gaat typisch ook een taal gaan voorzien, SQL, Structured Query Language, die je zal toelaten om databases te gaan bevragen op een gestructureerde manier. Een query is het Engelse voor een verzoek. Dus aan de hand van SQL, Structured Query Language, kun je op een gestructureerde manier vragen of verzoekjes laten uitvoeren door de database. Die vragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn, geef mij alle leveranciers die bepaalde producten kunnen gaan leveren. En we gaan in een volgend hoofdstuk gaan we uitvoerig ingaan op de basisconcepten van SQL. Het relationeel model heeft twee belangrijke constructoren. Het eerste is een tuppelconstructor. Nu, wat is een tuppel? Een tuppel is hetzelfde als een entiteit. Dus herinner, in het ER-model hadden we het entiteittype leverancier. En we hadden dan entiteiten die bepaalde concrete leveranciers waren. Zoals Jan Peters is een entiteit van het entiteittype leverancier. Een entiteit noemen we in het relationeel model een tuppel. Een entiteittype in het relationeel model noemen we een relatie.
Aan de hand van een tuppelconstructor kun je nu dus tuppels gaan aanmaken. En een tuppelconstructor gaat tuppels gaan aanmaken via het aggregeren van attributen. Je gaat dus bijvoorbeeld supplier number, supplier naam, supplier adres gaan aggregeren naar een tuppel. Nu, die tuppelconstructor kan enkel toegepast worden op atomaire attribuuttypen. Op attribuuttypen die dus niet verder kunnen opgesplitst worden. Dat betekent dus dat composite of samengestelde attribuuttypen hier niet ondersteund worden. Een setconstructor, zeg maar een constructor die sets of verzamelingen aanmaakt, die kan enkel toegepast worden op tuppels. Je kan die dus niet gaan toepassen op attributen. Dus dat betekent, vermits je die enkel kan toepassen op tuppels, maar niet op attributen, dat er dus geen meerwaardige attribuuttypen ondersteund worden. Een meerwaardig attribuuttype is een attribuuttype dat dus meerdere waarden kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan een student die meerdere e-mailadressen kan hebben. Dus, momenteel is het al zo in het relationeel model dat we dus geen samengestelde attribuuttypen kunnen ondersteunen, maar ook geen meerwaardige attribuuttypen. Dus dat betekent dat complexe objecten, die bijvoorbeeld meerwaardige samengestelde attribuuttypen hebben, denk bijvoorbeeld aan een student die dus meerdere adressen heeft. Een adres kan dus een voorbeeld zijn van een meerwaardig attribuuttype, omdat een student een kotadres kan hebben en een thuisadres. En dat kan dan ook nog eens samengesteld zijn, omdat adres kan opgesplitst worden in straatnaam, straatnummer, zipcode en gemeente. Dus student die bijvoorbeeld een meerwaardig samengesteld attribuuttype adres heeft, dat kan niet rechtstreeks gemodelleerd worden. Dit type van complex object kan niet rechtstreeks gemodelleerd worden in het relationeel model. Dus dat betekent dat we daar allerlei trucjes gaan moeten voorzien, en we gaan die later uitvoerig bespreken, om dus dit complex object in het relationeel model weer te geven. We hebben al wat terminologie geïntroduceerd. We hebben het al gehad over relaties, tuppels. We gaan het ook hebben over tabellen en rijen. Een relatie is eigenlijk een tabel van waarden. Dus denk gewoon aan bijvoorbeeld een Word-tabel, een fysieke tabel, waarbinnen je dus kolommen en rijen hebt. Je kan bijvoorbeeld de relatie supplier hebben, waarbinnen je dan verschillende rijen hebt. En elke rij komt dan overeen met een tuppel, met een specifieke supplier. De attributen worden dan weergegeven in de kolommen. En elke kolom heeft een kolomnaam, die dus de naam van het attribuut gaat weergeven. Een attribuut waarde komt dan overeen met een individuele, specifieke cel. Elke tabel heeft een tabelnaam, die dus het entiteittype of de relatie weergeeft. En elke kolom heeft een kolomnaam, die dus het attribuuttype weergeeft. En die dus het gemakkelijk maakt om de waarden te interpreteren. Voorbeeldje zien we hier. Dus we hebben de relatie product. Dus we hebben relatie product of entiteittype product. We zien daar de kolom namen. De namen van de attribuuttypen. Daar zien we ook bepaalde attribuutwaarden. De rijen stellen de tuppels voor. En herinner, elke cel stelt een specifieke waarde voor. Een waarde van een attribuuttype voor de betreffende tuppel. Een relatie gaat met andere woorden overeenkomen met een entiteittype in het ER-ER-model. En specificeert dus het object waarvoor we bepaalde gegevens wensen te verzamelen. Een relatie is dus eigenlijk een verzameling van tuppels. En als er één ding is dat je nog moet weten van een verzameling, is dat er dus geen duplicaten in zitten. Er zitten geen dubbels in. Dus alle tuppels zijn uniek. En de tuppels hebben ook geen volgorde. Ze zitten dus eigenlijk zo wel willekeurig gesorteerd binnen de tabel. En je kijkt naar een bepaalde relatie, bijvoorbeeld employee of werknemer, dan zijn er zoveel tuppels aanwezig als er dus employees of werknemers in een bedrijf werken op een gegeven moment in de tijd. Een relatie kan je ook mathematisch gaan karakteriseren. En een relatie, mathematisch, is een subset, een deelverzameling van het Cartesisch product van verschillende verzamelingen. En die verschillende verzamelingen noemen we domeinen. En een domein staat eigenlijk voor een waardebereik. Een domein specificeert dus een waardebereik, specificeert dus alle mogelijke waarden voor een bepaald attribuut. Zo kan je bijvoorbeeld een domein productnummer hebben, die dus integer, geheeltallige waarden aannemen, tussen 1 en 9999. Dus een domein is een waardebereik die gebruikt wordt om de range, of dus het bereik van mogelijke waarden van een attribuut in kaart te brengen. Een domein kan atomair zijn, dat betekent dat het niet verder kan opgesplitst worden op een betekenisvolle manier.
Maar het kan ook composite of samengesteld zijn. Dat betekent dat het wel kan verder opgesplitst worden op een zinvolle manier. Zo kan je bijvoorbeeld het domeinadres hebben dat verder kan opgesplitst worden in straatnaam, straatnummer, zipcode en gemeente. Hier zie je het Cartesisch product eventjes geïllustreerd. Dus stel, we hebben een domein product ID. Dat geeft alle geheeltallige waarden tussen 1 en 9999. We hebben dan het domein product kleur. En laten we er eventjes van uitgaan dat een product enkel maar blauw, rood of zwart kan zijn. En we hebben dan het domein productcategorie. En laten we er eventjes van uitgaan dat een productcategorie maar 3 waarden kan aannemen. A, B en C. Het Cartesisch product geeft dan alle mogelijke combinaties weer. Alle mogelijke combinaties van product-ID, productkleur en productcategorie. En je ziet het Cartesisch product in de tabel hier onderaan weergegeven. Dat geeft alle mogelijke waarden weer. De relatie die je dan in de werkelijkheid ziet, zal een subset zijn van alle mogelijke combinaties. Dus een relatie is eigenlijk een subset van het Cartesisch product van de domeinen. Dat wil zeggen van dat de relatie eigenlijk een subset is van alle mogelijke combinaties van waarden van de attributen die je maar kan opsommen. We gaan eventjes dieper ingaan op attributen. Dus elk attribuut is gedefinieerd volgens een bepaald domein. Domein die dus het waardenbereik van de attributen gaat weergeven. Dus ik heb een relatie product en ik heb een attribuut type productnummer die dus waarden gaat aannemen van het domein productnummer. En je ziet, in dit voorbeeld heeft het domein dezelfde naam als het attribuut type en dat mag. Domein productnummer is bijvoorbeeld alle geheeltallige getallen tussen 1 en 9999. Bemerk dat eenzelfde domein meerdere keren kan gebruikt worden bij de definitie van een relatie. Dus ik heb daar een relatie, bill of material, productstructuur, met attribuuttypen major productnummer, minor productnummer en quantity. Major productnummer biedt dus eigenlijk het samenstellende deelwiel van een product. Stel nu dat je bijvoorbeeld naar fietsen gaat kijken, dan kan major productnummer, dat kan bijvoorbeeld een fiets zijn, dat heeft een productnummer 1, laten we zeggen. Minor productnummer geeft dan de componenten weer van een fiets. Een fiets heeft bijvoorbeeld 2 wielen. Dus dan heb je dus major productnummer 1, wielen, minor productnummer kan dan 2 zijn, 2 is het productnummer van een wiel. En de hoeveelheid is dan ook 2, omdat er dus 2 wielen in een fiets gaan. Je kunt dat dan verder gaan uitwerken, maar je kunt dan ook gaan kijken naar een wiel en de spaken waar een wiel uit bestaat, bijvoorbeeld. Dan heb je major productnummer 2, dat staat voor wiel. Minor productnummer, dat staat dan bijvoorbeeld voor productnummer 5. Productnummer 5 zijn dan de spaken, bijvoorbeeld. En laten we zeggen dat een wiel bestaat uit een 30-tal spaken, ik weet het niet. Dus dan heb je major product nummer 2 voor wiel, minor product nummer 5 voor spaken, quantity 30. Dus je ziet hier major product nummer en minor product nummer, die nemen waarde aan van het domein product nummer. Dus het domein product nummer wordt hier in dit voorbeeld 2 keer gebruikt binnen de relatie bill of material om dus de attributen te gaan karakteriseren. Dus eenzelfde domein kan meerdere keren gebruikt worden om attributen te gaan karakteriseren. Een attribuutwaarde is dan een specifieke occurrence, een specifieke verschijning, zeg maar, van een domein voor een bepaalde tuppel, binnen een bepaalde tuppel. Dat geeft de waarde van een attribuut weer. Natuurlijk moet elke waarde van een attribuut behoren tot het domein. Indien het domein van productnummer tussen 1 en 9999 ligt, spreekt het voor zichzelf dat je dus geen productnummers van 10.000 of daarboven kunt gaan opnemen. Voor elk attribuuttype heeft een tuppel precies 1 waarde. Ja? Ten minste, ten hoogste, dus exact 1 waarde. Die waarde kan ook 0 zijn. 0 is een waarde die weergeeft dat de waarde eigenlijk onbekend is of niet van toepassing. Dus 0 en UL is niet hetzelfde als 0, 0, maar betekent onbekend of niet van toepassing. Een voorbeeld, je kan een relatie student hebben. En stel je eventjes voor dat we bijvoorbeeld de Facebookpagina van onze studenten in onze database wensen op te slaan. Niet alle studenten zitten op Facebook, heel wat vermoed ik, maar niet allemaal. Dus voor bepaalde studenten kan Facebookpagina 0 zijn, omdat er bepaalde studenten vooralsnog geen Facebookpagina hebben. Okay. Een belangrijk
concept is het concept van de kandidaatsleutels en de primaire sleutels. En een kandidaatsleutel is een minimale determinant van een relatie. Dat betekent dus dat hij toelaat om op een unieke manier tuppels te gaan determineren, specificeren binnen een relatie. Het kan één of meerdere attribuuttypes zijn. Een sleutel kan bestaan uit één of meerdere attribuuttypes. In het ER-model hebben we daar ook reeds een voorbeeldje van gezien. Wanneer we het hadden over vluchten, flights, ja, herinner, we hadden daar een combinatie van flight number en date, die samen de sleutel bepaalden. Wel, hier gaan we dus hetzelfde hebben. Een sleutel kan één attribuuttype zijn of een combinatie van attribuuttypen. Maar het moet altijd zo zijn dat de waarde van de kandidaatsleutel kan gebruikt worden om uniek tuppels in een relatie te gaan identificeren. Dit terwijl elk deel van de kandidaatsleutel, en die nu kandidaatsleutel uit meerdere attribuuttypes bestaat, is het zo dat elk deel, dus elk attribuuttype van die kandidaatsleutel, meer dan één tuppel kan gaan identificeren. Een aantal voorbeeldjes. Dus we hebben daar de relatie product. En we hebben daar attribuuttypen productnummer, naam, beschikbare kwantiteit. Daar zijn er twee kandidaatsleutels. Ja, productnummer. Elk product heeft een uniek productnummer. Ja, dus met productnummer kunnen wij uniek een product tuppel gaan aanwijzen. En productnaam. Elk product heeft, laten we zeggen, een unieke productnaam. Maar, zoals ik eerder al heb gezegd, een kandidaatsleutel kan ook uit meerdere attribuuttypen gaan bestaan. Dus daar hebben we een tweede voorbeeldje. Purchase order line. Waarbij de kandidaatsleutel uit twee attribuuttypen bestaat, zijn de purchase order nummer en productnummer. Elke purchase order line heeft een unieke combinatie van purchase order nummer en productnummer. Purchase order nummer op zich volstaat niet, omdat je dus binnen een purchase order verschillende purchase order lijnen kunt hebben. Dus purchase order nummer op zich volstaat niet als kandidaatsleutel. Anderzijds volstaat productnummer ook niet als kandidaatsleutel, omdat dus met een productnummer kunnen verschillende purchase order lijnen overeenstemmen. Dus het kan zijn dat één product in bestelling staat in verschillende purchase orders. Dus nog purchase order nummer, nog productnummer zijn toereikend als kandidaatsleutel, maar wat wel toereikend is, is de combinatie purchase order nummer en productnummer. Nu, een relatie, zoals we gezien hadden bij de productrelatie, kan meerdere kandidaatsleutels hebben. Bij de productrelatie hadden we dus productnummer en productnaam. We gaan één van die kandidaatsleutels gaan promoveren als primaire sleutel, de belangrijkste. Die primaire sleutels zijn een zeer belangrijk concept, omdat ze ons later zullen toelaten om dus verbanden tussen relaties weer te geven. En ook vanuit storage, vanuit opslagoogpunt, zijn die primaire sleutels zeer belangrijk. Dus één van de kandidaatsleutels wordt gepromoveerd tot primaire sleutel, de belangrijkste. De andere worden dan gedefinieerd als alternatieve sleutels. Bijvoorbeeld in de relatie product kunnen we zeggen, kijk, we hebben twee kandidaatsleutels, productnummer en productnaam. We kiezen er eentje van, en je kunt dat willekeurig doen. Productnummer zullen we als primaire sleutel gaan definiëren. De alternatieve sleutel wordt dan productnaam. Dan is er ook de entiteit integriteitsconstraint, die zegt van kijk, een primaire sleutel kan nooit nul zijn. Een primaire sleutel moet altijd gekend zijn, omdat hij zal gebruikt worden om dus verbanden tussen relaties te gaan weergeven. Een primaire sleutel kan nooit nul zijn. Het moet altijd mogelijk zijn om op een unieke manier tuppels binnen een relatie te gaan identificeren. Vandaar dat die primaire sleutel dus nooit nul kan zijn. Nu, vreemde sleutels. Vreemde sleutels is een belangrijk concept. Een vreemde sleutel laat u toe om verbanden weer te geven tussen relaties. We gaan even de definitie lezen hier en we gaan dat dan gaan illustreren met verschillende voorbeeldjes. Dus een vreemde sleutel is één of meerdere attribuuttypen in een relatie R. Die gaan refereren naar een kandidaatsleutel in een andere relatie S, waarbij de attribuuttypen van de vreemde sleutel en de kandidaatsleutel dezelfde domeinen hebben. Dus de attributen van de vreemde sleutel verwijzen dan naar de relatie S en dat wordt dus eigenlijk gebruikt om verbanden te gaan weergeven. Dus je ziet daar een voorbeeldje, departement, departement nummer, naam en locatie, en employee, social security nummer, naam. En daar zie je dus departementsnummer ook toegevoegd aan die employee-relatie.
Die employee-relatie heeft dus departementsnummer als vreemde sleutel en dat is een verwijzing naar de primaire sleutel departementsnummer in departement. Omdat dat mij toelaat om het verband tussen departement en employee netjes weer te geven. De waarde van die vreemde sleutel is ofwel gelijk aan een waarde van de kandidaatsleutel in een tuppel van is, of die kan ook nul zijn. Onbekend, niet van toepassing. Dat klinkt misschien wat moeilijk, maar we gaan dat eventjes gaan illustreren met een voorbeeldje. Hier, dit is een voorbeeldje. Dus links hebben we de entiteittypen departement en employee. Herinner, tussen die twee entiteittypen bestond er een relationship type in het ER-model. We gaan dat relationship type terug even gaan opfrissen. Hè? Dus in een departement kunnen minstens 0 maximum in employees werkzaam zijn. Dus de minimumcardinaliteit van departement naar employee was 0 tot N. Omgekeerd was het zo dat een employee werkt in minstens 1, maximum 1 departement. Minstens 1, maximum 1 departement betekent dus exact 1 departement. We gaan dit ER-relationship type eens gaan omzetten naar het relationeel model. Dat geeft ons een relatie departement met departementsnummer, naam en locatie en een relatie employee met social security nummer en naam. Nu, stel nu eventjes voor dat we in de relatie departement een kolom toevoegen met verwijzingen naar social security nummer, waarbij dat we dus een extra vreemde sleutel opnemen, social security nummer. We voegen dat toe aan de relatie departement, dus de bovenste in mijn slide. En die verwijst naar de social security nummer in de relatie employee. En dat geeft dus alle werknemers weer die werken in een bepaald departement. Wel, indien je dat zou doen, dan zou dit niet oké zijn in het relationeel model, want in een departement werken meerdere werknemers. Dus dat zou betekenen dat je dus in die relatie departement, in dat laatste attribuuttype, die vreemde sleutel, social security nummer, daar zou je allerlei social security nummers hebben van werknemers die werken in het betreffende departement. En zo creëer je een meerwaardig attribuuttype. En dat is niet toegelaten in het relationeel model. Dus wij kunnen zomaar niet social security nummer als vreemde sleutel gaan toevoegen aan departementsnummer. Wat we wel kunnen doen, is het andere, is we kunnen departementsnummer als vreemde sleutel gaan toevoegen aan employee. En je ziet bijvoorbeeld dat employee John Smith, die werkt in departement nummer 23, finance. Lee Wong, die werkt in departement nummer 38, R&D. Dus dat laatste attribuuttype, departementsnummer, is een vreemde sleutel en verwijst dus naar departementsnummer in departement. Nu, herinner, tussen departement en employee hadden we een relationship type met 4 kardinaliteiten. Dus in een departement kunnen 0 tot 1 werknemers werkzaam zijn. We gaan even die 0 tot 1 gaan controleren. Met andere woorden, zijn er departementen waar er 0 werknemers in werkzaam zijn? We kijken eventjes. En indien je goed kijkt, dan werkt in marketing, daar werkt niemand. Marketing is departementsnummer 15 en dat zie je nergens verschijnen in de relatie employee. Dus er kunnen departementen zijn met 0 werknemers. Omgekeerd kan je ook afvragen, zijn er departementen met meerdere werknemers? Inderdaad, je kijkt naar John Smith en James English. Beide werken in departement nummer 23, finance. Dus daar heb je meerdere werknemers in departement finance. Dus die 0 tot 1 kardinaliteit van departement naar employee, die is gegarandeerd. Omgekeerd was het zo dat een employee in minstens 1, maximum 1 departement moet werken. Wel, we gaan eens kijken. John Smith kan niet in meerdere departementen werken. Lee Wong ook niet. Niemand kan in meerdere departementen werken, want dat zou betekenen dat je dus meerdere waarden zou hebben voor departementsnummer. En herinner, in het relationeel model worden geen meerwaardige attribuuttypen ondersteund. Dus je kunt niet meerdere waarden hebben voor departementsnummer. Je kunt een hoogste 1 waarde hebben. Dus die maximum kardinaliteit van employee naar departement van 1 is perfect gegarandeerd. De minimum kardinaliteit van employee naar departement, minimum kardinaliteit van 1, kan ook afgedwongen worden door te zeggen dat die vreemde sleutel geen nulwaarde mag hebben. Dus we gaan die vreemde sleutel, wanneer we die later gaan definiëren, gaan we zeggen, die moet not nul zijn. Daar mag je geen nulwaarden invullen.
Dus de waarde van een vreemde sleutel, van de vreemde sleuteldepartementsnummer hier, die moet overeenstemmen ofwel met de waarde in de relatiedepartement, ofwel nul. Wanneer gaat die nul zijn? Die gaat nul zijn indien de minimumkardinaliteit nul is, zero. Dus indien de minimumkardinaliteit zero is, indien er, stel nu dat het in mijn ER-model zo was geweest dat een employee aan nul departementen zero gekoppeld is, wel, dan mag die vreemde sleutel dus nul waarde hebben. Maar indien het niet zo is, indien een employee altijd aan tenminste één departement moet gekoppeld zijn, wel, dan kan die vreemde sleutel geen nul waarde hebben en moet je die vreemde sleutel gaan definiëren als zijnde not nul. Hij moet altijd ingevuld zijn met een waarde, met een correcte referentie uit de relatie departement. We gaan nog eens een voorbeeldje zien. Dus hier hadden we een relatie tussen employee en project. We gaan eventjes eerst kijken naar de linkerkant van mijn slide. Dus herinner uit het EER-model. Een employee kan aan minstens nul maximum in projecten gaan werken. Aan een project werkt minstens nul maximum in employees. Dit was een voorbeeld van een N-op-M-relatie. Hoe gaan we dat nu gaan modelleren? Dus we kunnen dat gaan modelleren op in het relationeel model. We gaan eerst een tabel maken voor employee met social security nummer, naam en geslacht. We maken een tabel voor project met projectnummer, naam, duration en departementsnummer die verwijst naar het departement dat het project uitvoert. Maar nu moeten we die koppeling gaan leggen tussen employee en project. Dus we gaan eventjes onze opties gaan afscannen. Wat ik zou kunnen doen, is ik kijk naar de employee-relatie of tabel en ik voeg daar een verwijzing toe, een vreemde sleutel, die verwijst naar projectnummer. Zou dat een goede optie zijn? Wel, een employee kan aan meerdere projecten gaan werken. Ja. Dus dat betekent dat je daar in die laatste kolom, in die vreemde sleutel, verschillende waarden zou moeten gaan opnemen van projecten waaraan employee O'Reilly werkt bijvoorbeeld. Dus je creëert zo een meerwaardig attribuuttype. Dus het toevoegen van een vreemde sleutel aan employee biedt hier geen soelaas, biedt hier eigenlijk geen oplossing. Oké, dan gaan we onze andere opties gaan afscannen. We kunnen aan project ook een vreemde sleutel naar employee gaan opnemen. Dus we gaan aan de projecttabel een laatste kolom gaan toevoegen met referenties naar social security nummer. Dus we voegen een vreemde sleutel toe die verwijst naar social security nummer. Maar terug aan een project kunnen meerdere werknemers gaan werken. Dus je gaat daar meerdere waarden hebben voor social security nummer. Dus eigenlijk is dat terug niet toereikend. Dus we kunnen geen vreemde sleutel toevoegen aan employee, want dan hebben we een meerwaardig attribuuttype. Maar we kunnen ook geen vreemde sleutel toevoegen aan project, want dan hebben we terug een meerwaardig attribuuttype. Dat probleem wordt veroorzaakt doordat die relatie dus één op één is. Dus wat we eigenlijk moeten gaan doen om dat netjes te gaan implementeren, is een nieuwe relatie gaan introduceren. We gaan een nieuwe relatie gaan introduceren, werkt aan, waarbij dat je dus beide primaire sleutels van project en werknemer gaat combineren, social security nummer en projectnummer. Beide vormen de primaire sleutel, de combinatie van beide attribuuttypen vormt de primaire sleutel. En dan hebben we dus ook hours, het aantal uren dat de werknemer aan een project gewerkt heeft. En je ziet, de kardinaliteiten worden hier perfect ondersteund. Je hebt werknemers die aan meerdere projecten werken. Bijvoorbeeld werknemer 10 werkt aan projecten 1000 en 1200. Anderzijds heb je ook projecten waar meerdere werknemers aan werken. Projectnummer 1800 werkt werknemer 28 en 12. En projectnummer 1200 werkt werknemer 22 en 10. Ook is het zo dat niet alle werknemers aan projecten moeten werken. Ja, bijvoorbeeld, ik weet nu niet meer op de vorige slide, maar indien er een werknemer 15 had bestaan, dan komt hij hier niet in voor. Dus heb je dus werknemer 15 die aan geen projecten werkt. Ook is het zo dat niet aan alle projecten werknemers moeten werken. Indien je bijvoorbeeld een projectnummer 1500 had gehad in de vorige tabel, dan komt hij hier niet voor en heb je dus een project waar niemand aan werkt. Dus de vier kardinaliteiten, 0 tot N en 0 tot M, worden eigenlijk perfect weergegeven door het introduceren van die bijkomende tabel. Dus works on hier laat mij perfect toe om dus een N-tot-M relationship type weer te geven. En wat heel belangrijk is, indien je een M-tot-M relationship type hebt, moet je dit dus gaan weergeven in het relationele model, altijd onder de vorm van een nieuwe tabel. Oké. We hebben nu de basisconcepten van het relationeel model besproken. We hebben het dus gehad over relaties, tuppels, attributen, kandidaatsleutels, primaire sleutels, alternatieve sleutels en vreemde sleutels. Een zeer belangrijke activiteit
In het relationeel model is de activiteit van het normaliseren. En normaliseren is eigenlijk een stapsgewijs proces dat je gaat doorlopen om de redundantie, de overtolligheid in je model weg te werken, maar ook eventuele anomalieën en inconsistenties weg te werken. Het is een stapsgewijs proces en we gaan het gaan extensief illustreren in wat volgt. Wanneer je gaat normaliseren, ga je gaan gebruik maken van het concept van functional dependency. Een functionele afhankelijkheid. We gaan er even gaan illustreren. Dus hier, stel nu dat je naar de bovenste tabel kijkt. Employee. Kijk niet naar de onderste twee, kijk naar de bovenste tabel. Wat zie je daar? Social security number, employee naam, employee adres, departementsnummer, departementnaam en departementlocatie. Je ziet daar heel wat informatie die dus in die ene tabel vervat zit. Namelijk employee-informatie gemixt met heel wat departementsinformatie. Dit is een voorbeeld van een ongenormaliseerde tabel. Waarom? Daar zitten heel wat overtolligheden in. Hè? Kijk eens, departementsnaam finance, dat wordt in dit geval 2 keer opgeslagen, die departementsnaam. Niet enkel die departementsnaam, maar ook de departementslocatie wordt 2 keer opgeslagen. Dat is niet efficiënt. Vanuit geheugenstandpunt, vanuit memory-standpunt is dat zeer inefficiënt. Maar ook kan het aanleiding geven tot allerlei anomalieën, tegenstrijdigheden, wanneer men de gegevens gaat gebruiken. Bijvoorbeeld, stel dat een departement van naam verandert. Dus in plaats van finance maak je de naam iets hipper en maak je er financial services van. Wel, dan moet je zoveel updates gaan doorvoeren als er werknemers zijn die in een departement werken. Stel dat je van die locatie, dus van het departement finance, dat je de locatie verhuist van Brussel naar Brugge. Wel, dan moet je zoveel updates gaan doorvoeren als er werknemers zijn die in het departement werken. Dus dat is niet zo efficiënt. Wat als je een nieuw departement gaat toevoegen? Stel dat je een nieuw departement e-business wenst toe te voegen. Dan ga je dus een nieuwe tuppel aan die relatie gaan toevoegen, maar daar zit je een klein beetje verveeld, want dat is een nieuw departement en daar werken nog geen werknemers in. Dat is een departement dat je nog volop aan het oprichten bent. Dus je voegt dat toe aan de relatie employee, maar die relatie employee heeft een primaire sleutel, social security nummer, dus die moet gekend zijn, want die staat onderlijnd. En herinner de entiteit integriteitsconstraint, die zegt een primaire sleutel moet altijd gekend zijn. Dus als je daar een relatie e-business aan toevoegt, dan moet die primaire sleutel gekend zijn, maar er is nog geen werknemer. Dus wat ga je doen? Je gaat vieze data gaan creëren, je gaat een social security nummer gaan verzinnen, 9999. Je geeft daar een dummy naam aan, Michael Jackson, van een employee die niet bestaat. En dan kun je alle departementsgegevens gaan toevoegen. Dus dat is niet zo heel netjes, omdat je dus dummy artificiële data moet gaan toevoegen, die dus eigenlijk geen werknemer, echte werknemer weer heeft. Wat indien de laatste employee van een departement vertrekt? Stel nu eventjes dat, bijvoorbeeld bij logistiek, Jennifer Wallace gaat vertrekken. Wel, dan ga je die tuppel gaan verwijderen en dan gaat eigenlijk ook alle gegevens omtrent departement verloren gaan. Dus je gaat als een laatste werknemer van een departement vertrekt, verlies je ook alle departementsgegevens. Dus die niet genormaliseerde tabel, helemaal bovenaan, die is niet zo netjes. Die creëert redundantie, overtolligheden, anomalieën en zo meer. Wanneer we kijken naar de oplossing onderaan, daar hebben we dus employee, departement, 2 aparte tabellen. En dan is er een verwijzing gemaakt aan de hand van departementsnummer in employee, die een vreemde sleutel is, die verwijst naar departementsnummer in departement. Wel, die oplossing onderaan is veel netter, is veel consistenter, bevat veel minder redundantie en gaat aanleiding geven tot veel minder anomalieën. Waarom? We gaan eens gaan kijken naar die anomalieën die ik zo net heb besproken. Wat als de locatie van een departement wijzigt? Dus van finance gaat van Brussel naar Brugge. Wel, dan moet je in de relatie departement maar 1 update doorvoeren. Dus bij finance ga je gewoon Brussel door Brugge vervangen en gedaan. Dus je moet niet zoveel updates gaan doorvoeren als er werknemers zijn die in een departement werken. Je moet je maar 1 update gaan doorvoeren. Wat als een nieuw departement wordt toegevoegd? Wel, herinner het voorbeeldje met e-business. Dus ik voeg gewoon een nieuwe tuppel toe aan departement, bijvoorbeeld tuppel nummer 50, departement e-business in Leuven. Dus ik moet niet zo'n dummy employee gaan verzinnen. Ik voeg gewoon een nieuwe tuppel aan departement toe. Wat indien de laatste werknemer van een departement vertrekt?
Wel, indien Jennifer Wallace vertrekt, dan ga ik gewoon de tuppel die overeenstemt met Jennifer Wallace binnen de employeerrelatie gaan verwijderen, maar de departementsgegevens van logistiek, departement nummer 47, blijven bestaan. Dus dat die onderste twee tabellen creëren mij veel minder problemen dan die bovenste tabel. De vraag is natuurlijk, hoe kun je nu van die bovenste tabel naar die onderste twee tabellen komen? En dit gebeurt typisch onder de vorm van een normalisatieoefening. Normalisatiestappen die je gaat gaan doorlopen om tot die onderste oplossing te gaan komen. En daar bestaan verschillende stappen voor die we gaan toelichten. En al die stappen gaan gebruik maken van het concept van een functionele afhankelijkheid of een functional dependency. Een attribuut type B is functioneel afhankelijk van een attribuut type A, indien op elk moment in de tijd elke waarde van A uniek een waarde van B gaat identificeren. Dan ga je dus A gaan geven met een pijltje van A naar B. Betekent B is functioneel afhankelijk van A. Voorbeeld. Werknemernaam, employeenaam, is functioneel afhankelijk van social security number. Dus één social security number komt overeen met één employeenaam. Indien ik social security number 1, 2, 3, 4, 5 heb, dan komt dat overeen met Jan Peters. En uniek met Jan Peters. Het omgekeerde is niet noodzakelijk waar. Social security number is niet functioneel afhankelijk van werknemernaam. Waarom? Je kan bijvoorbeeld de naam Jan Peters hebben. Dat is een zeer populaire naam die meerdere malen voorkomt. Dus met de naam Jan Peters kunnen dan meerdere werknemers gaan overeenstemmen. De social security number is niet functioneel afhankelijk van werknemernaam, omdat er meerdere werknemers kunnen zijn met dezelfde naam. Dat begrip zal nu uitvoerig toegepast worden tijdens het normalisatieproces. Je gaat dus starten van ongenormaliseerde data. Je gaat dan naar de eerste normaalvorm, dan naar de tweede, dan naar de derde normaalvorm. Dan naar de Boyce-Codd normaalvorm, de vierde normaalvorm en eventueel de vijfde normaalvorm. Dit is een inleidende cursus beleidsinformatiesystemen, dus we gaan niet het hele traject gaan doorlopen. In deze cursus gaan we enkel tot en met de derde normaalvorm gaan bekijken. Ja, de Boyce-Codd normaalvorm, vierde en vijfde normaalvorm worden behandeld in de cursus Principles of Database Management. We gaan die normaalvormen eens gaan bekijken. De eerste normaalvorm is heel gemakkelijk. De eerste normaalvorm is een normaalvorm die, ik zal het eventjes in niet-wollige termen zeggen, en eigenlijk kennen we die al. De eerste normaalvorm zegt van geen samengestelde en geen meerwaardige attribuuttypen. Dat is wat de eerste normaalvorm zegt. Dus geen samengestelde, geen meerwaardige attribuuttypen, die zijn niet toegelaten. Dus, eventjes de eerste twee bullets. De eerste normalisatiestap gaat dus een ongenormaliseerde relatie omvormen naar relatie in eerste normaalvorm. Een relatie is in eerste normaalvorm wanneer het domein van elk attribuuttype atomair is en de waarde van een attribuuttype in dat domein een enkelvoudige waarde is van het betreffende domein. Dus, heel kort en krachtig samengevat, de eerste normaalvorm zegt geen meerwaardige en geen samengestelde attribuuttypen. Voorbeeldje. We hebben daar de relatie departement. Met departementsnummer, departementnaam en delocatie. En dan heb je daar bepaalde assumpties, veronderstellingen bij. En aan de hand van die assumpties kun je gaan zien of dat de relatie in eerste normaalvorm is of niet. Departementsnummer is de kandidaatsleutel en tevens de primaire sleutel van de relatie. Elk departement kan een aantal locaties hebben, terwijl op een gegeven locatie meerdere departementen mogelijk zijn. Dus wat zien we? Departementslocatie is eigenlijk meerwaardig. Dus daar heb je een voorbeeld van een relatie met een meerwaardig attribuuttype, delocatie. Dat betekent dat de relatie niet in eerste normaalvorm is. Delocatie is meerwaardig. Dus sommige tuppels kunnen daar meerdere waarden voor hebben. Dus delocatie zal zeker al niet functioneel afhankelijk zijn op de primaire sleutel departementsnummer. Want met één departementsnummer, 10, kunnen meerdere locaties overeenkomen. Hoe gaan we dat gaan oplossen? Wel, vrij gemakkelijk. We gaan delocatie uit de relatie gaan halen samen met de primaire sleutel D-nummer. En we stoppen dat in een nieuwe relatie, deplocation. Deplocation zie je daar helemaal onderaan staan. En dan kun je afvragen, van, wat is nu de primaire sleutel van deplocation? Wel, eerst zouden we kunnen zeggen departementsnummer. We gaan enkel departementsnummer gaan gebruiken. Maar departementsnummer is ontoereikend, omdat een departement meerdere locaties kan hebben.
Dus departementsnummer is niet goed. Anderzijds is delocatie ook niet goed, want op een locatie kunnen meerdere departementen gevestigd zijn. Dus nog departementsnummer, nog delocatie zijn toereikend als primaire sleutel. Dus de combinatie van twee is de optie waarvoor we dienen te gaan. Eventjes geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Dus hier zie je het uitgewerkt met een aantal tuppels. Dus ik heb een voorbeeld hier. Het departement R&D heeft twee locaties in Leuven en Gent. Het departement logistiek heeft ook twee locaties in Antwerpen en Brugge. Dus je ziet, delocatie is duidelijk meerwaardig hier. Dus niet een eerste normaalvorm. Dus we halen delocation eruit, stoppen dat in een nieuwe relatie, deplocation. En daar hebben we samen met departementsnummer de relatie deplocation. Herinner wat ik u gezegd heb. Departementsnummer is niet toereikend als primaire sleutel. Kijk bijvoorbeeld naar departement 38 en 47. Ze hebben met departementsnummer 38 komen twee tuppels overeen. Met departementsnummer 47 komen ook twee tuppels overeen. Dus niet toereikend als primaire sleutel. Anderzijds is ook delocation niet toereikend als primaire sleutel. Want in Brussel heb je meerdere departementen. En ja, dat is het zowat. Dus op een bepaalde locatie kun je meerdere departementen hebben. Dus nog departementsnummer, nog delocation zijn toereikend als primaire sleutel. Dus we gaan de combinatie gaan nemen. Nog een voorbeeldje. Stel, je hebt bijvoorbeeld employee, werknemer, met social security nummer, employee-naam en phone-nummer. Is die relatie in eerste normaalvorm? Wel, dat weet je niet. Tenzij je de assumpties kent. Je moet altijd de assumpties kennen om te zien van is de relatie in eerste normaalvorm? Ja, dan nee. Dus hier zien we de assumpties. Social security nummer is de kandidaatsleutel en primaire sleutel van de relatie. Een employee kan meerdere telefoonnummers hebben, maar een telefoonnummer behoort wel toe aan exact één employee. Dus wat zien we dan? Dat de relatie is niet in eerste normaalvorm, want telefoonnummer is terug meerwaardig. Een employee kan meerdere telefoonnummers hebben. Dus terug, telefoonnummer is hier dus niet functioneel afhankelijk van de primaire sleutel. Wat doen we? Altijd dezelfde truc. Het meerwaardeattribuuttype halen we eruit, stoppen we in een nieuwe relatie samen met de oorspronkelijke primaire sleutel. We stoppen dat in de relatie emp-phone, phone-nummer, samen met social security-nummer. En dan kan je je afvragen van die nieuwe relatie, emp-phone, wat is nu de primaire sleutel? Dus de eerste kandidaat is social security-nummer. Social security-nummer, maar dat is niet voldoende, want een employee kan meerdere telefonen hebben. Dus social security nummer is niet oké. Okay. Dan kijken we eventjes naar phone number, zodat een kandidaat primaire sleutel zijn. Maar indien ik teruggrijp naar mijn assumpties, dan zie je dus dat een phone number, een telefoonnummer, toebehoort aan één employee. Dus telefoonnummer is inderdaad toereikend als primaire sleutel. Okay. Want elke telefoon komt overeen met één werknemer. Maar stel nu dat we onze assumpties gaan wijzigen. Dat we zeggen, van een telefoonnummer kan gedeeld worden door verschillende employees. Dus indien je je assumpties wijzigt, heeft dat ook een impact op je primaire sleutel in emp-phone. Want indien een telefoon kan gedeeld worden door meerdere employees, dan is phone-nummer niet langer toereikend als primaire sleutel, maar moet je dus ook social security-nummer mee gaan opnemen in deze primaire sleutel. En vormt je primaire sleutel terug een combinatie van de attributtypen social security-nummer en phone-nummer. Nog een voorbeeldje. Dus we hebben een relatie die we eventjes R1 noemen. R1, de relatie R1 met social security nummer, e-name, project. En het project bestaat uit projectnummer, p-name, p-duration en hours. En daar zie je een aantal assumpties. Hè. Dus je ziet, social security nummer is de kandidaatsleutel en primaire sleutel. Een werknemer kan dus op meerdere projecten werken. Een aantal werknemers kunnen op hetzelfde project werken. En je ziet hier dus dat project een composite of een samengesteld attribuuttype is. Dus als je kijkt naar die relatie R1, dan is dat zowat de ergste schending van de eerste normaalvorm die u kunt inbeelden. Namelijk, je zit met een meerwaardig samengesteld attribuuttype. Een werknemer kan aan meerdere projecten werken, dus het project is meerwaardig. Het is dan ook nog eens samengesteld, want het kan verder opgesplitst worden in projectnummer, projectnaam, projectduration en hours. Dus de relatie is duidelijk niet in eerste normaalvorm. Dus wat doen we? Altijd hetzelfde trucje. Je haalt het attribuuttype dat het probleem vormt eruit, dus we halen project eruit, samen met de primaire sleutel van de oorspronkelijke relatie. De primaire sleutel van de oorspronkelijke relatie is social security number. Dus we halen project eruit en we koppelen het samen met de primaire sleutel van de oorspronkelijke
oorspronkelijke relatie, die we in deze context dan ook gaan opnemen als vreemde sleutel. Dus dat creëerde onze relatie R1-2 met social security nummer, projectnaam, project duration en hours. Als we nu eens gaan kijken naar die tweede relatie, dan ga je daar ook bepaalde problemen gaan inzien. Ja? Problemen in termen van overtolligheden. En wat ik zal doen, is ik zal deze slide gaan uitleggen aan de hand van het voorbeeldje. Het voorbeeldje hier. Die twee slides leg ik uit aan de hand van het voorbeeldje hier. Ja? Dus ik zal de vorige twee slides perfect uitleggen aan de hand van het voorbeeldje hier. Dus de relatie helemaal bovenaan is de relatie R1-2 met social security nummer en projectnummer, projectnaam, project duration en uren. Als je gewoon eens kijkt naar die relatie, dan zie je dus dat in die relatie er overtolligheden zitten. Gewoon, geen zware theorie, gewoon eens kijken naar de overtolligheden. Dus je ziet bijvoorbeeld projectnaam Invest op Team, dat wordt 2 keer opgeslagen. Ook de project duration van dat project, 1200, wordt 2 keer opgeslagen. Dus je ziet daar dus terug heel wat redundantie. En stel nu bijvoorbeeld dat je projectnaam van Invest op Team wens je te veranderen, gewoon naar Optim Invest bijvoorbeeld, dan ga je zoveel veranderingen moeten gaan doorvoeren als er werknemers zijn die op dat project werken. Analoog, indien je dus de project duration van het project Invest op Team van 1200 wens te gaan bijstellen naar 1500, moet je zoveel updates gaan doorvoeren als er werknemers zijn die aan dat project werken. Dus je ziet, daar zit nog heel wat overtolligheden in die eruit moeten. En die gaan eruit in een tweede normalisatiestap. En de tweede normalisatiestap, die gaat de relatie van de eerste normaalvorm, vertrekt altijd van de eerste normaalvorm, naar een tweede normaalvorm gaan brengen. En in de tweede normalisatiestap maken we gebruik van een aantal concepten. Het eerste concept is een prime attribuuttype. Een prime attribuuttype is een attribuuttype dat deel uitmaakt van een kandidaatsleutel. Dus hier heb je bijvoorbeeld een prime attribuuttype. Social security nummer is een prime attribuuttype. Projectnummer is een prime attribuuttype. Projectnaam, P-naam, is geen prime attribuuttype, maakt geen deel uit van een kandidaatsleutel. Project duration is geen prime attribuuttype, maakt geen deel uit van een kandidaatsleutel en ook zo bij hours. Als je nu eventjes gaat kijken naar projectnaam. Projectnaam is eigenlijk enkel functioneel afhankelijk van projectnummer. Project duration is eigenlijk enkel functioneel afhankelijk van projectnummer. Hours, het aantal uren dat een werknemer aan een project heeft gewerkt. Dus hours is functioneel afhankelijk, niet van social security nummer, niet van projectnummer, maar van de combinatie van beide. De combinatie van social security nummer en projectnummer. Om het aantal uren te kennen dat een werknemer aan een project heeft gewerkt, moet ik zowel het project kennen als de werknemer. Om de projectnaam of de project duration te kennen, moet ik enkel projectnummer kennen. Dus hours is volledig functioneel afhankelijk van de kandidaatsleutel, social security nummer en projectnummer. Maar P-naam is slechts partieel functioneel afhankelijk van social security nummer en projectnummer. Het hangt enkel af van een stukje, een paard van die sleutel, namelijk projectnummer. Project duration is enkel partieel functioneel afhankelijk van die kandidaatsleutel, omdat het enkel afhangt van projectnummer. Hours is volledig functioneel afhankelijk van de kandidaatsleutel. Projectnaam en project duration is partieel functioneel afhankelijk van de kandidaatsleutel. Dus een relatie in tweede normaalvorm zal beginnen met een relatie in eerste normaalvorm. En dan moet het zo zijn dat elk niet-prime attribuuttype, projectnaam, project duration en hours, volledig functioneel afhankelijk is van de kandidaatsleutel. Wel, hier is projectnaam en project duration niet volledig functioneel afhankelijk van de kandidaatsleutel. Ze zijn enkel partieel afhankelijk van de kandidaatsleutel. Ze hangen enkel af van projectnummer. Dus we moeten projectnaam en project duration er gaan uithalen en in een nieuwe relatie stoppen, samen met de sleutel waarvan ze wel volledig functioneel afhankelijk zijn. In dit geval is dat projectnummer. Dus projectnaam, project duration komen in de relatie project terecht, samen met de sleutel projectnummer, omdat ze daar dus volledig functioneel afhankelijk zijn. Dus je ziet, dit is de tweede normaalvorm. De tweede normaalvorm zal altijd een issue zijn wanneer je zo'n kandidaatsleutel hebt die uit 2 attribuuttypen bestaan. Dan moet je altijd dubbel checken of dat er geen van die non-prime attribuuttypen
afhankelijk zijn van een stukje van die kandidaatsleutel. Enkel maar van een stukje ervan. Dus indien sommige van die non-prime attributieven enkel maar afhankelijk zijn van een stukje van die kandidaatsleutel, dan heb je dus een schending van die tweede normaalvorm. Dus nogmaals, de tweede normaalvorm zegt dat elk non-prime attributieve volledig functioneel afhankelijk moet zijn van de kandidaatsleutel. En indien er non-prime attributieven zijn die enkel maar van een stukje afhangen, ja, dan zit je met een probleem in de tweede normaalvorm, moet je die attributieven eruit halen en in een nieuwe relatie stoppen, samen met het attributiepe waarvan ze wel volledig functioneel afhankelijk zijn. We zijn er bijna. We moeten nog naar de derde normaalvorm. De derde normaalvorm gaat dus een relatie in tweede normaalvorm gaan omzetten naar derde normaalvorm, vrij evident. Relaties in derde normaalvorm, indien ze in de tweede normaalvorm bestaat, en geen non-prime attribuuttype, non-prime attribuuttype maakt dus geen deel uit van een kandidaatsleutel, geen non-prime attribuuttype transitief afhankelijk is van een kandidaatsleutel van de relatie. Okay. We gaan dat even lezen en dan illustreren. Het voorbeeldje is veel gemakkelijker te begrijpen dan telkens al te zware theorie. Een functionele afhankelijkheid x naar y is een transitieve afhankelijkheid indien er een set van attributiepen z bestaat die geen deel uitmaakt van een kandidaatsleutel en waarbij zowel x functioneel z bepaalt als z functioneel y bepaalt. We gaan er even gaan bekijken, want dat ziet er terug wat moeilijker uit. En ik zal, hier zie je het voorbeeldje, maar ik zal het uitwerken door naar de tuppels te gaan kijken. Hè. Dus hier zie je gewoon de relatie employee. Dus je ziet social security nummer, employee naam, departementsnummer, departementsnaam en manager nummer. Kijk gewoon eens naar de relatie en we gebruiken geen zware theorie. En dan zie je al als je naar de relatie kijkt dat departementsnaam finance 2 keer opgeslagen wordt. En het managernummer voor dat departement wordt ook 2 keer opgeslagen. Dus indien je hier terug die update zou doen waarvan eerder spraken, je verandert finance door financial services, dan moet je zoveel updates gaan doorvoeren als er werknemers zijn die in finance werken. Indien je het managernummer wenst aan te passen, dan moet je zoveel updates doorvoeren als er werknemers zijn die in finance werken. Dus terug wat overtolligheden daar. Voordat we naar die derde normaalvorm gaan, eventjes kijken. Eerste normaalvorm, geen meerwaardige en geen samengestelde attribuuttypen, dat is oké. Tweede normaalvorm, waarbij elk attribuuttype of elk non-prime attribuuttype volledig functioneel afhankelijk moet zijn van de kandidaatsleutel. De kandidaatsleutel is hier maar 1 attribuuttype, dus dat is automatisch. Oké, dus eerst normaalvorm oké, twee normaalvorm oké, maar toch zitten we hier nog met bepaalde redundanties, overtolligheden. En de reden is dat je dus een transitieve functionele afhankelijkheid hebt. Als volgt, social security nummer gaat departementsnummer gaan bepalen. Dus departementsnummer is functioneel afhankelijk van social security nummer. Departementsnummer op zijn beurt gaat departementsnaam gaan bepalen. Dus je hebt eigenlijk een 2-staps functionele afhankelijkheid van social security nummer naar departementsnummer, van departementsnummer naar departementsnaam. Dus dat betekent dat departementsnaam transitief afhankelijk is van social security nummer via departementsnummer. Eigenlijk ook hetzelfde met managernummer. Managernummer is transitief afhankelijk van social security nummer via departementsnummer. Want een social security nummer geeft mij een uniek departementsnummer en een departementsnummer geeft mij een uniek managernummer. Dus je hebt 2 transitieve afhankelijkheden. Eentje van departementsnaam via departementsnummer naar social security nummer en eentje van managernummer via departementsnummer ook naar social security nummer. Er is een transitieve afhankelijkheid van de kandidaatsleutel social security nummer die telkens via een attribuuttype z gaat. Dat attribuuttype z is hier departementsnummer dat geen onderdeel vormt van een kandidaatsleutel. Dus wat we gaan doen is we gaan die 2 attribuuttypen, departementsnaam en managernummer, eruit gaan halen, uit de relatie gaan halen, samen met het attribuuttype langs het welk de functionele afhankelijkheid werd vastgesteld of de transitieve afhankelijkheid werd vastgesteld. Wel, hier werd de transitieve afhankelijkheid vastgesteld via het attribuuttype departementsnummer. Dus we halen departementsnaam managernummer uit, samen met het attribuuttype departementsnummer en we stoppen dat netjes in de relatie departement. En de relatie staat in derde normaalvorm. Zie je? De derde normaalvorm gaat altijd gaan kijken naar die transitieve functionele afhankelijkheden. Er zijn een aantal extra voorbeelden van normalisatie, maar die zullen we dan
tijdens de oefensessie nader gaan toelichten. Dus dat laat ik eventjes over. Goed. We gaan eens gaan kijken naar een aantal tekortkomingen van het relationeel model. Het relationeel model zal net zoals het ER en het EER-model een aantal tekortkomingen hebben. Indien ik eens kijk naar de relatie employee, social security number, employee name, employee adres en een vreemde sleutel departementsnummer. En dan heb ik een relatie departement, departementsnummer, departementsnaam en departementslocatie. We gaan er eventjes vanuit dat een minimumcardinaliteit van 1 bestaat van departement naar employee. Dus een departement moet minstens 1 employee hebben. Minstens 1, maximum 1 employees. Een employee moet in minstens 1, maximum 1 departement werken. Dus dat betekent exact 1 departement. Dus herinner, tussen employee en departement hebben we dus, een employee werkt in exact 1 departement. In een departement werkt minstens 1, maximum 1 employees. We gaan eens kijken, employee-departementsnummer, in de relatie employee heb je een departementsnummer, die kan ten hoogste 1 waarde hebben, want in het relationeel model zijn meerwaardige attributtypen niet toegestaan, dus de maximumcardinaliteit van 1 is perfect. De minimumcardinaliteit van 1 kan afgedwongen worden door een not-null constraint. We kunnen dus van employee, van de vreemde sleutel departementsnummer in employee, gaan afdwingen dat die not-null moet zijn. Met andere woorden, daar mag je geen nulwaarden gaan invullen. Er moet altijd een referentie staan naar departement. Aan de hand van die not-null constraint kun je perfect die 1-1 cardinaliteiten gaan weergeven. Dus een employee werkt in tenminste 1, maximum 1 departement, kun je gaan afdwingen door die nummer als not-null te gaan declareren. In een departement kunnen meerdere employees werken. Daar hadden we dus een cardinaliteit van in. Dat kan, want hetzelfde departementsnummer in de relatie employee kan meerdere keren voorkomen. Maar in een departement moet tenminste 1 employee werken. Dat kunnen we niet gaan afdwingen. Die minimumcardinaliteit van 1 kunnen we niet gaan afdwingen. Met andere woorden, het is perfect mogelijk om een departement toe te voegen. Bijvoorbeeld, je gaat departementsnummer 50 toevoegen, e-business in Brugge. En je stopt, dan heb je een departement zonder werknemers. Ja? Dus die minimumcardinaliteit van 1 kan enkel afgedwongen worden indien de maximumcardinaliteit 1 is. De minimumcardinaliteit van 1 kan niet afgedwongen worden indien de maximumcardinaliteit in is. Ja? We gaan dat eventjes gaan illustreren op de volgende slide ook. Maar voordat we dat zeggen, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar allerlei EER-constructies zoals specialisatie, generalisatie en de bijhorende disjointness en completeness constraints, dat kunnen we ook niet netjes gaan weergeven in het relationeel model. Dat zullen we typisch gaan moeten afdwingen in onze applicatieprogramma's. Toch eventjes dat vorige voorbeeld. Dus zie hier links. Links heb je het EER-model. Een employee werkt in minstens 1, maximum 1 departement. Een departement heeft minstens 1, maximum 1 employees. Wel, wat je hier ziet, een employee werkt in minstens 1, maximum 1 departement, dus exact 1 departement. In de employee-relatie hebben we dus een vreemde sleutel departementsnummer die verwijst naar departementsnummer in departement. En die is dus not nul. Daar kun je geen nulwaarde aan opgeven. Dus dat betekent dat moet altijd een waarde staan naar een departementsnummer in de relatie departement. Dus die minimum 1, maximum 1 cardinaliteit is perfect afgedwongen. Maar als je in de andere richting kijkt, van departement naar employee, dan zie je bijvoorbeeld dat er een departement, marketing, bestaat zonder employees. Het departementsnummer 02 voor marketing wordt nergens gerefereerd in de relatie employee. Dus je hebt een departement marketing zonder employees. Dus dat betekent dat die minimumcardinaliteit in ons ER-model niet netjes afgedwongen wordt. Ik heb een departement zonder werknemers. De rechterkant is een perfect valide status van mijn relationeel model, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Ik zou willen, volgens mijn ER-model, dat er in marketing tenminste 1 werknemer werkt, maar dat is niet zo volgens mijn relationeel model. Dus je ziet hier dat mijn relationeel model geen perfecte afspiegeling is, geen perfecte weergave van mijn ER-model. Dus het zou kunnen zijn dat wanneer je het ER-model
omzet naar een relationeel model, dat je dus inderdaad geen perfecte mapping hebt. En dit is hier het geval. Er zit een fout in de mapping, maar daar kunnen we weinig aan verhelpen. Dat is een van de tekortkomingen van het relationeel model. Dus een van de tekortkomingen van het relationeel model is dat de minimumcardinaliteit van 1 niet afgedwongen kan worden indien de maximumcardinaliteit in is. Nog eventjes het traject gaan doorlopen. Dus we starten van onze eindgebruiker. We gaan de behoeften gaan collecteren. Die stoppen we in een ER-model. Dat ER-model wordt omgevormd naar een relationeel model. En het relationeel model wordt dan geïmplementeerd onder de vorm van een database. En bemerk, zoals ik daarnet heb weergegeven, een ER-model, het kan zijn dat het relationeel model, de mapping naar het relationeel model, niet perfect kan verlopen en dat je dus bepaalde semantiek gaat verliezen wanneer je het ER-model gaat omzetten naar het relationeel model. We hebben daar net een voorbeeldje van gezien. Indien de minimumcardinaliteit in 1 is en de maximumcardinaliteit in, dan kan die minimumcardinaliteit van 1 niet netjes weergegeven worden. Dus een aantal vuistregels om de mapping te doen van een ER naar een relationeel model. Voor elke entiteittype gaan we dus een nieuwe relatie creëren. Voor een meerwaardig attribuuttype een nieuwe relatie die we dus gaan koppelen met de oorspronkelijke relatie via een primair vreemde sleutelverband. Elke relatie, elk relationship type met een maximumcardinaliteit van 1 kan voorgesteld worden door een vreemde sleutel. Indien we dus relationship types hebben met beide maximumcardinaliteiten in, en dat hadden we tussen werknemer en project. Werknemer kan aan meerdere projecten werken. Aan een project kunnen meerdere werknemers werken. Dan kun je dat gaan voorstellen met een nieuwe relatie waarin je dus de oorspronkelijke primaire sleutels stopt. Ternaire relationship types, dat hebben we niet besproken, dus dat kan je weglaten. Net zoals specialisatie en generalisatie. Hier zie je dus ons eerder ER-model van een werknemersadministratie. We hebben dat eerder uitvoerig weergegeven. We hebben dat ook besproken en gezegd, kijk, het ER-model laat niet toe om tijdsafhankelijke patronen of temporele verbanden in kaart te gaan brengen. Het laat ook niet toe om referentieel of integriteitsregels die meerdere relationship types te omspannen, om dat te gaan weergeven. We gaan eventjes gaan kijken hoe dit in het relationeel model zou weergegeven worden. Wel, kijk, we hebben een relatie employee. Social security number is de primaire sleutel. We hebben employee naam, adres, geslacht, date of birth, supervisor en departementsnummer. Supervisor is een vreemde sleutel die refereert naar social security number in employee. En dat wordt eigenlijk gebruikt om dat recursief verband weer te geven. Ziet je? Supervisor is eigenlijk gewoon een referentie naar de social security number van de baas van de betreffende employee. Dus je kunt social security number 10 hebben, comma, basis met al zijn gegevens. En een supervisor is eigenlijk employee nummer 15, die bijvoorbeeld overeenstemt met de decaan, mijn baas. Kan die foreign key 0 zijn? Wel, die kan, of dat die 0 kan zijn of niet, hangt af van de minimumcardinaliteit. Dus of dat een foreign key 0 kan zijn, hangt af van de minimumcardinaliteit. Herinner? Wel, volgens mijn ER-model, indien je terug gaat kijken, is het zo dat het kan zijn dat er employees zijn die geen baas hebben. Ja? Dus indien er een employee is die geen baas heeft, dan gaan we daar bij supervisor 0 gaan invullen als waarde van de foreign key. Departementsnummer is ook een vreemde sleutel in employee. Dat is een verwijzing naar het departement. Kan die 0 zijn? Wel, een employee, kijk terug naar uw relationeel model, naar uw ER-model, excuseer. Een employee moet altijd in minstens 1, maximum 1 departement werken, dus die departementsnummer, vreemde sleutel, moet not 0 zijn. In departement hebben we departementnummer, naam, locatie, managernummer. Elk departement moet tenminste 1 manager hebben en exact 1 manager. Dus tenminste 1 gaan we daar terug afdwingen via null value not allowed. Projectnummer, projectnaam, projectduration, departementsnummer. Departementsnummer. Elk project moet toegewezen zijn aan tenminste 1 departement. Dus departementsnummer is daar terug not 0. Of null value not allowed, dat is hetzelfde. Works on, wel social security number en projectnummer. Dat is dus, die works on hebben we om het N op M relationship type tussen employee en project weer te geven. Die social security number en projectnummer zijn beide onderdeel van de primaire sleutel, dus null value not allowed. Kan een departement geen manager hebben? Nee, nee, want we hebben dan gezegd van kijk, bij departement moet manager nummer not null zijn.
Is het mogelijk dat een employee in meer dan één project betrokken is? Dat kan. Je ziet daar nog een aantal statements. We gaan er nog een aantal uitpikken. Vooral de laatste twee. Is het mogelijk dat een manager geen employee is van het departement dat hij of zij managt? En kan het afgedwongen worden dat employees moeten werken aan departementen, aan projecten toegewezen aan departementen waarin die betreffende employees te werk gesteld zijn? Dat gaan we even bekijken. Is het mogelijk dat een manager niet een werknemer is van het departement dat hij of zij managt? Wel, dat is mogelijk. Kijk eens naar de onderstaande toestand van mijn relationele database. Dus wat zie je daar? Dat Ellie Latifa, die werkt in departement 2. Nee, Ellie Latifa werkt in departement 2, marketing. Terwijl het departement finance gemanaged wordt door haar. Dus departement finance wordt gemanaged, manager nummer 19, door Ellie Latifa. Terwijl Ellie Latifa werkt in het departement marketing. Dus Ellie Latifa werkt in marketing, maar managed finance. Dat zou niet mogen. Maar toch gaat mijn relationeel model niet gaan protesteren. Volgens mijn relationeel model is deze toestand van mijn database een perfect, valide, legale toestand. Mijn relationeel model gaat niet protesteren, maar eigenlijk heb je een situatie die je niet wenst. Want je hebt een werknemer die werkt in marketing, maar manager is van finance. Dus dat zou niet mogen. Dat is een tekortkoming terug van het ER-model eigenlijk al. Maar dat we hier ook hebben. In het ER-model hadden we dat ook. Die integriteitsregel tussen meerdere relationship types. Wel, dat hebben we hier ook. Kan het afgedwongen worden dat employees enkel werken aan projecten uitgevoerd door departementen waarin ze zijn te werk gesteld? Dat kan niet afgedwongen worden. We gaan eventjes kijken. Hè. Dus Eddie Peck, die werkt in departement nummer 2. Ja, dat is de naam van het departement nummer ontsnapt mij nu, maar dat is departement nummer dus 2. Maar hij werkt aan een project van departement nummer 24. Dus Eddie Peck werkt aan een project van departement nummer 24, terwijl hij te werk gesteld is in departement nummer 2. Dus dat zou eigenlijk ook niet mogelijk. Je zou eigenlijk idealiter willen dat Eddie Peck enkel werkt aan projecten van departement nummer 2. Dus dat is terug een tekortkoming van het relationeel model. Dus je kunt terug die verbanden, die meerdere relationship types gaan omspannen. Net zoals in het ER-ER-model kun je hier niet netjes gaan afdwingen. Nog een laatste opmerking. Is het mogelijk dat een vreemde sleutel in dezelfde relatie voorkomt als de kandidaatsleutel naar waar hij verwijst? Dat kan. En dat zal typisch het geval zijn bij een recursief relationship type. Bij een recursief relationship type, zoals bijvoorbeeld een relationship type dat de hiërarchische verantwoordelijkheden van werknemers weergeeft, kan het dus zijn dat je een vreemde sleutel hebt, hier bijvoorbeeld supervisor, die verwijst naar de primaire sleutel of kandidaatsleutel van dezelfde relatie. Is het zo dat een employee door tenminste één andere employee kan door ten hoogste één andere employee kan gesuperviseerd worden? Wel, hier, supervisor moet eenwaardig zijn, kan niet meerwaardig zijn, dus een employee kan niet door meerdere supervisors gesuperviseerd worden. Terug kun je aan de hand van een 0 constraint de minimumkardinaliteit gaan afdwingen. Dus ofwel is de minimumkardinaliteit 0, 0, ofwel is die 1. In ons model was die 0. Dat betekende dus dat je dus employees had die eventueel door 0 supervisors gesuperviseerd werden. Wel, dan kunnen we die supervisor als not null, als null allowed, dus nul mag voorkomen, gaan definiëren. Het is hier ook perfect mogelijk dat een employee meerdere andere meerdere employees kan supervisen. Hè? Dus employee 10 basis wordt gesuperviseerd door employee 15 sales. Employee 20 de weert wordt gesuperviseerd door employee ook 15, dus ook sales. Dus je kunt dezelfde waarde voor supervisor hebben die in meerdere employee tuples gaat voorkomen. En wat dus toelaat dat een employee meerdere andere employees kan gaan superviseren. Dus dat brengt ons zo wat tot het einde van het relationeel model. Een zeer belangrijk model, maar zoals we reeds gezegd hebben, het is een implementatie-database model. Je begint dus van het ER-model, gaat over naar het relationeel model, wat je dan netjes in een relationele database-omgeving kunt gaan implementeren.